vijfde editie van In Science, het grootste wetenschappelijke filmfestival van Nederland en ook een van de grootste van Europa. Mijn naam is Marjolein Visser en ik leid u tijdens dit festival door de Big Ideas. Dat zijn er ook dit jaar weer drie. En de Big Ideas zijn eigenlijk een soort lezingen, colleges, speeches zou je kunnen zeggen. Van vooraanstaande topwetenschappers die Nederland en de wereld en misschien ook wel het heelal een beetje veranderen. En hopelijk ook een beetje beter maken met hun vaak spraakmakende, maar altijd originele theorieën, praktijken andere zaken. Mensen aan wie u en ik onze eigen gedachten en ideeën een beetje kunnen scherpen. Dus vanavond krijgen we die kans. Eerst ziet u straks een lezing en daarna komt het wat interactieve deel. Dan kunnen u en ik ook vragen stellen. En ik nodig u van harte uit om dat te doen. Dus misschien denkt u straks, of misschien hebt u al iets bedacht waarvan u denkt, dit wil ik weten of dit wil ik opmerken. Doe dat vooral. Dan rest mij niks anders om aan te kondigen de spreker met zijn big idea van vanavond. En zoals u allemaal wel weet is dat Heino Fauke. Hij is hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica. En hij is verbonden aan de Radboud Universiteit hier in Nijmegen. Het klinkt vrij lokaal, maar wat hij doet is alles behalve dat. Want hij onderzoekt de grenzen van het heelal. En ook was zijn onderzoek over zwarte gaten natuurlijk baanbrekend wereldwijd. Hij kreeg hier ook veel prijzen voor, bijvoorbeeld de Academieprijs in 2006, de Spinoza-premie in 2011, de grootste wetenschappelijke onderscheiding die wij hier in Nederland toekennen. En ik geloof, als ik het goed zag, deze week ook nog een Academy Medal in Heidelberg. Klopt dat? Nou ja, het is, hij is het gewend. Heel veel prijzen in ieder geval. We zijn ontzettend blij dat hij hier vanavond is. Mag ik een hartelijk applaus, dames en heren, voor Heino Fauke. Ja, goedenavond. Mooi dat u hier bent om even met mij te luisteren naar het verhaal van Zwarte Gaten. Maar het probleem is natuurlijk dat dit festival als hoofdonderwerp genetica heeft en mutatie. Dus ik werd gevraagd, wat heeft jouw onderzoek met genetische mutatie te doen? Eigenlijk heel veel. Eerst een waarschuwing. Want u wordt geraakt door een miljoen deeltjes die uw lichaam doorgaan. En inderdaad voortdurend ervoor zorgen dat DNA kapot geslaan wordt door deze deeltjes. En deze deeltjes komen uit de ruimte. Dus de reden dat wij niet meer dinosauriërs zijn, heeft ook te maken met kosmische deeltjes die uit de ruimte komen. Hebben vooral ermee te maken. En waar komen deze deeltjes vandaan? Nou, als allereerste, ze worden in de dampkring gemaakt. Dus er is een hoog energetisch deeltje die ergens in het heelal versneld wordt. Want dan moet je denken aan atoomkernen. Die versneld worden. Net als in de LHC in CERN, een grote deeltjesversneller. Daar worden ook deeltjes versneld. Net zo'n deeltje wordt versneld ergens in de ruimte. Die botst dan bij met de dampkring en maakt een hele lawine van deeltjes. En die raken ons voortdurend. Er zijn verschillende energieën en alles gebeurt voortdurend. Nou, en waar zijn de deeltjes versnellen in de ruimte? En dat is precies daar waar zwarte gaten geboren worden. Daar worden deze deeltjes versneld. Wat we hier zien is van 1993 een opname van een melkwegstelsel M81. Ook weer M, dat staat voor die meneer Messier die in Parijs melkwegstelsels eigenlijk nevels aan de hemel heeft onderzocht. En toen ontdekte men hier een nieuwe ster. Maar het was wel een heel heldere ster. Die was net zo helder als de hele melkweg. Het was een supernova. En als je dan met radiometingen daar naartoe kijkt, dan zag je hier over aantal jaren hoe die explosiegolf naar buiten ging. Oké? Je ziet het echt uitdagen.
En dan zien we nog steeds vandaag, dit is een andere supernova restant, ergens hier in onze buurt. En dit zijn de schokgolven die gemaakt worden door die ontploffing van een oude ster die aan het einde van zijn leeftijd is gekomen. En die gaat dan met een snelheid van tienduizenden van kilometers per seconde daait die uit. Oké, gaat de ruimte. En hier aan die rand, waar die schokgolf is, dat zijn magnetische velden, daar worden deeltjes gevangen. Elektronen, atoomkernen. En die blijven daar hangen en door die schokgolf worden ze, gaan ze daar heen en weer en worden daar versneld en gaan dan de ruimte. Dat zijn grote kosmische versnellers. Die deeltjes versneld met energieën die veel hoger zijn dan dat wij in Geneve bij de LHC kunnen creëren. Dus het heelal veel efficiënter. Maar wat er in het centrum gebeurt, is als zo'n ster ontploft, dat centraal gedeelte dan collabeert. Waarom ontploft een ster? Omdat hij aan het einde van zijn leven is gekomen, de brandstof is op. Hij kan niet meer voldoende energie opwekken en hitte en druk opleveren. Dus die begint onder zijn invloed van de zwaartekracht in te storten. Hij wordt zwaarder en zwaarder en het stopt nooit meer. En als die ster groot genoeg is, dan is er geen enkele kracht die we kennen die sterk genoeg is deze zwaartekracht te overwinnen. Dus die ster die blijft collaberen, blijft krimpen in alle eeuwigheid. Maar er is geen enkele kracht die we kennen die dit stopt. Dus uiteindelijk is de hele massa van die ster, dus een grote ster, verzameld in één punt. En dit is wat een zwart gat beschrijft. En dus iets wat voortdurend gebeurt, elke dag ergens aan de hemel ontploft een ster. En we hebben in onze eigen melkweg tientallen, misschien zelfs honderden miljoenen van kleine zwarte gaten die daar zijn. Van de massa van 10 keer de massa van de zon. Die zijn dan zo groot eigenlijk als de regio Arnhem-Nijmegen. Okay. Daar is de hele tientallen zonnen verzameld in deze regio. Maar het kan nog zwaarder, het kan nog erger. Want als je nu naar het centrum van de Melkweg kijkt, en dat zien we hier, is de opname van de Melkweg in optisch licht, dan zie je overal deze donkere zwarte vlekken hier. Dat zijn stofwolken, die absorberen het licht. Dus je kan niet daar doorheen kijken. Je ziet het centrum eigenlijk niet. Je hebt dan radiogolven nodig of infraroodmetingen heb je nodig om daar doorheen te kijken. En als je daar nu inzoomt hier, dus naast de schutter, dan zoom je in, je schakelt over naar infraroodmetingen en dan zie je plotseling een grote hoeveelheid sterren. In de ruimte tussen ons en de dichtbijzijnse sterren zijn hier weer miljoenen sterren. Ja, waar hier maar één ster is, zijn daar miljoenen. Als je daar uit de lux zou gaan, nadat je een film hebt gezien, je kijkt naar sterrenhemel, zal die vol zijn met sterren. Ja, hier hebben wij duizenden, daar heb je miljoenen sterren. En die zitten zo dicht op elkaar, en daar ontstaan ook weer zwaartegaten, dat die elkaar soms raken, dat ze met elkaar botsen, en ze kunnen ook met elkaar versmelten. En de zware sterren, die gaan naar het centrum toe. En nu, ja, weet je wat nu al gebeurt, dus die kleine zwaartegaten beginnen nu te versmelten, en er ontstaat een groot zwaartegat. En die groeit alleen maar, want zwaartegaten kunnen alleen maar groeien. Dan ga ik nu straks nog uitleggen wat zwaartegat eigenlijk is. Dus gebeurt iets, er ontstaat iets wat soms miljoenen keer de massa van de zon zou kunnen hebben. En hoe weet je dat? Aan de ene kant zie je radiostraling, die gaan we later nog bekijken van zoiets. En je ziet het hier door naar de zwaartekrachtwerking te kijken van dit object. We zoomen verder in. En wat je dan ziet is, met heel hoge resolutie, dan je sterren en dan zie je een filmpje gemaakt over meer dan 16 jaar. En wat je ziet is, die sterren bewegen. Ze zijn niet meer fiksterren, ze bewegen. En hoe dichter je bij het centrum komt, hoe sneller bewegen ze. Want dan zie je hier één ster, en dat herhaalt de film 3 keer, die maakt echt zo'n ellipsachtige beweging rond één bepaald punt.
En die metingen zijn inmiddels nog veel beter. Dan zien we hier zo'n grafiek, zien de positie van de ster, dat is een perfecte ellips. En zoals jullie weten, dat is wat Kepler heeft beschreven, hoe planeten rond de zon gaan op een elliptische baan. Nou, wordt iets, hè, dat heeft te maken met de evenwicht van zwaartekracht en middelpunt vliegende kracht. Mijn Nederlands is niet zo goed, sorry, hoor. U moet mij helpen soms. Dus dan krijg je een perfecte ellips. En dat zien we hier ook. Is precies wat Newton heeft beschreven voor de beweging van planeten rond de zon. Kepler heeft beschreven, maar op basis van de wetten van Newton kunnen we dit nu begrijpen. Als je dit gebruikt, en ook hier weer beweegt deze ster met meer dan 10.000 km per seconde. Ja, die gaat langzaam weer, bang, gaat heel snel daaromheen. Inmiddels heeft men telescopen bij de ESO, de European Southern Observatory, heeft met 4 grote telescopen samengesloten tot een interferometer. En heeft een heel hoge resolutie bereikt, de groep in Garching. En dan kan je hier deze punten hebben, ook foutbalken. Je ziet het niet, omdat ze zo klein zijn. Je ziet die ster elke dag bewegen als die hier langs gaat. En uit de snelheid en de afstand kan je bepalen hoe zwaar het centrum moet zijn, wat daar in het centrum van de ellips zit. Dus in projectie gezien, dus het staat niet waar je het wel verwacht, maar het is een beetje schuin gezien. Daarom is die centrum niet hier. Je vindt dat je in die punt 4,5 miljoen keer de massa van de zon nodig hebt om die ster vast te houden. Ja, anders met 10.000 km per seconde, zo dicht bij het centrum moet die eigenlijk wegvliegen. Nou, dus je hebt 4 miljoen keer de massa van de zon nodig. Dat is heel precies gemeten, ja, met beter dan 1%. En dat was aanleiding ook voor ons en toen voor mij om over na te denken of daar modellen te maken voor dit object, voor de radiostraling. En dat ga ik later nog uitleggen. Maar er is nog een tweede object, en dat is M87. Die is nu dit jaar beroemd geworden. Wat zien we hier? Het is een melkwegstelsel op een afstand van 55 miljoen lichtjaar. De centrum van de melkweg is op een afstand van ongeveer 24.000 lichtjaar. Dus nog redelijk in de buurt. Dat is onze eigen melkweg, maar dat is een heel ander melkweg. En die melkweg zit ook in de cluster van melkwegstelsels. Dus daar zitten honderden melkwegstelsels daaromheen. En dat is het centrum van deze grote cluster die in onze buurt zit. De grootste cluster in onze buurt. En in het centrum zit de grootste melkweg. Dus dat is eigenlijk de grootste melkweg in de grootste van die supergrote melkwegen in onze omgeving. Okay. En hoe groter de melkweg, hoe groter verwacht men ook trouwens superzware zwaartekrachten. Dit is ook gemeten. In de jaren 90 heeft men bepaald dat hier een donkere massa in het centrum zit van ongeveer 2 miljard keer de massa van de zon. 10 jaar later werd het 6 miljard keer de massa van de zon. 6 miljard keer de massa van de zon. Toch zitten daar in het centrum. Dat is een optische opname van die melkweg. Dan zie je dit witte streepje hier. Die is al in het jaar 1918 ontdekt. Ja, men wist helemaal, had geen idee wat dit was. Ja, men wist zelf in die tijd nog niet dat dit een melkweg is. Het was gewoon een nevel. Men heeft gewoon een catalogus gemaakt van al die nevels. Maar in deze was zo'n wit streepje te zien. Nou, vandaag weten we, dat is een plasma jet noemen we dat. Dat is echt een straalbundel waar heel hoog energetische deeltjes en plasma bij te schieten, bijna met de snelheid van licht. Dat is eigenlijk zo'n vuurspire zou je kunnen zeggen, maar het schiet naar buiten met de snelheid van licht. Als je inzoomt, dus een radioopname, dan zie je hier hoe een gefocust straal is van iets wat naar buiten vloeit. En dan stopt het hier echt. En trouwens, wij zien dit vaak in het heelal, een soort jets die naar buiten gaan in het centrum van melkwegstelsels. En dit markeert bijna altijd, in de modellen een superzwaar zwaartekracht. Okay. Dus 1918, drie jaar nadat Einstein de theorie van de relativiteitstheorie heeft ontwikkeld, hebben astronomen al een streepje gezien die precies erop wees waar een zwaartekracht was. Ja, de finger of God, die zei, daar is die. Maar het heeft wel nog 50 jaar langer geduurd voordat men überhaupt besefte dat zwaartegaten bestaan.
En het heeft nog maar 50 jaar geduurd om die echt te kunnen zien. Dus het is echt een traject van 100 jaar. En in die tijd had men helemaal geen enkel idee dat die twee dingen iets met elkaar te maken hadden. En dat is eigenlijk misschien ook de belangrijkste les. Dat er soms ergens in het heelal is iets. Om het te begrijpen moet je modellen hebben. Moet je het verstaan. Je moet een idee hebben wat het is. En dat kost bijna nog net zoveel tijd als het dat ook te kunnen zien of experimenteel te kunnen begrijpen. Nou, deze jets trouwens zijn ook deeltjes versneller, denken wij. Als daar een elektron of een atoomkern is, meestal zijn het alleen maar protonen of elektronen, wordt die daar ook versneld en gaat ook de ruimte. Dus niet alleen bij de formatie van straatgaten worden kosmische deeltjes gemaakt, ook bij het actief zijn van superzware straatgaten. Dus inderdaad, het feit dat wij hier zijn, heeft wel iets te maken met de natuur van straatgaten. Maar meer ga ik daar niet op ingaan. Gaan we nog even terug naar wat zwaartekrachten überhaupt zijn. En hoe begrijpen wij zwaartekracht überhaupt? Zoals jullie weten heeft Newton eigenlijk beschreven hoe zwaartekracht werkt. En heeft het verhaal is dat hij nagedacht heeft, waarom valt een appel naar beneden? Dus hij heeft gespeculeerd dat er kracht is, een zwaartekracht is, die alles vasthoudt, die alles naar beneden trekt, als er massa is. Okay? En dat gebruiken we nog heel succesvol eigenlijk om de beweging van planeten te beschrijven, bijvoorbeeld. Okay. Maar het werkt niet altijd. De beweging van Mercurius, bijvoorbeeld, werd heel nauwkeurig gemeten in de 19e eeuw. Het klopte niet helemaal. Maar als je kijkt naar de orbit van Mercurius, en je denkt, je hebt zo'n taart, een ronde taart, ja, en dan snij je dit in stukjes. Wat ene stukje de breedte van een haar groter dan je theorieën had voorspeld. Okay? Een haarbreedte was een verschil. En dat klopte niet met de theorie van Newton. En Einstein kwam dan met de theorie van algemene relativiteit, met de algemene relativiteitstheorie. Wat houdt dit in? Het is niet een kracht, zegt hij, maar het heeft te maken met de natuur van ruimte en tijd. De ruimte, massa, kroont de ruimte, zegt hij. Dus je moet de ruimte als vlak verhaal voorstellen, maar als vlak, een vlakte voorstellen. Maar de aanwezigheid van ruimte leidt ertoe dat ruimte gekromd is. Dat moeten wij in twee dimensies ons voorstellen. In drie dimensies lukt het niet. We kunnen niet een driedimensionaal gekromde ruimte bedenken. Maar je kan het wel berekenen, maar je kan het niet voorstellen. Dus we hebben hier een tweedimensionaal model. Wat betekent dit? Nou, als je nu een bal laat rollen langs deze vlakte, dan rolt hij, maar hier neemt hij de kortste weg en die wordt dan afgebogen en blijft dan roteren hier langs zo'n kring. Okay? Dat kan je dezelfde als met de planetenbeweging. Dus die gaat dan langs deze gekromde ruimte. De snelheid neemt toe hoe sterker de kromming is. En hoe sneller moet hij draaien zonder dat hij naar beneden valt, zou je kunnen zeggen. Okay? Dan kan je beschrijven met zo'n formule. De snelheid is de wortel van g, de gravitatieconstante, maal de massa gedeeld door de afstand. Dat betekent, dit is hier constant, dat is een getal, dit is de massa van het object, en dit is de afstand. Hoe kleiner de afstand, hoe groter de snelheid. Hoe kleiner je dit maakt, hoe sneller moet die bewegen. En dan kan je berekenen dat op een bepaalde afstand wordt die snelheid, v, zo snel als c is de snelheid van licht. Ja? Dus als je nu diep genoeg gaat in deze trechter, dan heb je een punt, die heet die event horizon, waar zo'n deeltje met de snelheid van licht zou moeten gaan. Oké, ja, jullie zijn weer wakker, goed. En dat is het probleem, want niks, materie mag nooit sneller gaan dan de snelheid van licht. Oké, okay? Het Einstein gewoon verboden, en dat is ook zo, en dat gaan we ook niet veranderen. Nee, ziet Einstein hebben we gewoon gemeten. We hebben gemeten dat er maar één absolute eigenschap of eenheid, dat is de snelheid van licht. Waar je ook bent, hoe snel je gaat, licht beweegt altijd met dezelfde snelheid. Dat is gewoon gemeten, dat is zo.
En dat zit ook een beetje ingebakken in de theorie van licht zelf. En aan deze punt die wij event horizon noemen, ja, daar wordt die snelheid van licht. Waarmee je moet bewegen, waarmee je echt zou bewegen als je daar bent. Dus, hoe kan dit? Nou, de naam zegt het al, event horizon. Er gebeurt iets fundamenteel anders. Dat heeft te maken met de natuur van licht. Ook licht, als hij door een vlakke ruimte gaat, wordt afgebogen. Licht hier neemt dan de kortste weg, die gaat dan dus in zo'n, langs zo'n krom, een bocht. En licht gaat altijd met dezelfde snelheid. Stel dat je nu tijd meet door licht uit te stralen of gewoon golflengtes te meten, dan gaat hier, moet licht hier een langere weg terugleggen. Ja, moet een langere weg terugleggen omdat de ruimte gekromd is, maar gaat nog steeds met dezelfde snelheid. Hoe kan je een langere weg met dezelfde snelheid doorgaan? Wel, de tijd moet veranderen. Dat was de conclusie die daaruit volgde. Als het snelheid van licht constant is, moet de tijd veranderen. En dat was natuurlijk een gekke voorspelling, ja, dat dit zo is. Het blijkt dat het inderdaad zo is. Je ziet hier, hè, dan heb je hier de tijd wordt uitgerekt als je daaruit al gekomen ten ruimte bent. En dat is inderdaad zo. Want als wij vandaag een GPS-systeem gebruiken, waar heel nauwkeurige klokken op zijn, dan bepalen we onze positie met elke tomtom op basis van die aankomsttijden van die radiosignalen uit de ruimte. En wat blijkt is dat de klokken daar in de ruimte 37 microseconden sneller gaan dan hier op aarde. Puur op basis van deze effect. Als je daarvoor niet corrigeert, dan zit je met jouw tomtom 10 kilometer naast na één dag. Dus zonder de correctie van Einstein zou navigatie helemaal niet werken. Okay? Dus iedereen gebruikt het nu. Wat ooit een abstracte, gekke idee was, gebruiken wij elke dag nu. Nou, wat gebeurt als licht nu rechtstreeks naar dit soort heel diepe trechter gaat? Op een bepaald moment belandt hij hier bij deze punt, die event horizon, en de tijd wordt langzamer en langzamer, en in feite, juist op die plek, blijft de tijd gewoon stilstaan. Als je van buiten kijkt. Van buiten lijkt het alsof de tijd ophoudt. Goed, de tijd gaat naar nul, niks meer, verandert meer. En insight. Dit is echt schokkend. Ja, ik ben het met je eens. Wat ook betekent, is dat licht, als je weer terug wil communiceren, zou licht hier ook weer sneller als met de snelheid van licht moeten gaan. Maar dat mag ook niet. Dat betekent, elke informatie van achter deze punt kan nooit meer terug. De kromming is te sterk, de snelheid is te laag om ooit weer te ontsnappen. Dus, die event horizon betekent, als je een keer deze punt gepasseerd hebt, dan komt er geen informatie meer terug. Dus echt de meest exotische situatie in het heelal. Nou, de grootte van deze straal, deze event horizon, is ongeveer voor de massa van de zon 1,5 kilometer. Ja, als je 10 zonsmassa hebt, dan heb je 15 kilometer grootte. Dus ja, ongeveer Arnhem Nijmegen. Maar als je 100 miljoen zonsmassa's hebt, dan heb je 150 miljoen kilometer voor die event horizon. En dat is net zo groot als de afstand van de zon tot de aarde. En we hebben dus zwarte gaten die zelf 10 keer groter zijn. Die zijn zo groot als de hele zonstelsel. En zo groot is dan zo'n zwart gat. Ik sla het niet over. Wat gebeurt als je zo'n zwart gat binnenvalt? Je bent hier, je komt iets dichterbij. En dan kom je hier in de regio van de sterk gekromde ruimte. Nou, de ruimte is gekromd, dus jouw benen worden iets sterker aangetrokken dan jouw hoofd. Dus je wordt uitgerekt. En als je heel dicht bij een zwart gat komt, dan word je gespaghettificeerd. Dit is pakketificeerd. Maar dat gebeurt alleen, dus dat is heel, heel slecht als je een keer zwart gaat binnen wil gaan. Dat is heel onaangenaam. Gelukkig is er een trucje. Dit is alleen maar geldig voor een stille zwart gat. Dus zo'n zwart gat van dimensies van Arnhem. En Nijmegen.
als je die slagkracht veel groter is, je bent heel veel, veel kleiner, dan is het verschil tussen hoofd en benen heel klein. En dan kan je wel op een aangename manier zo'n slagkracht binnengaan, zonder als spaghetti te eindigen. Want als je vergelijkt met de slagkracht in M87, dan is de grootte van een mens ten opzichte van die slagkracht net zo groot als een cel in ons lichaam ten opzichte van de hele aarde. Ja, dus dat is de orde van grootte die je moet bedenken. Nou, we zijn een filmfestival. En dit is natuurlijk ook onderwerp van films. Achter ons komt de Interstellar, ons film. En dat is deze scène te zien. Let maar even op. Very graceful. No. But very efficient. What are you waiting for? Let's go. Go, 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 go! 7 years per hour here. Let's make it count. Heeft u gezegd? 7 jaar per uur? Waarom? Waar is een planeet die naast een zwart gat zit? Oké. Okay. Dus daar gaat de tijd dus langzamer dan waar in het ruimteschip waar ze vandaan komen. Okay? Dus elke uur daar op die planeet is 7 jaar voor die collega die terug is gebleven. Dus ze hebben daar, dan gebeurt iets aan de oppervlakte van die planeet, dus ze gaan weer terug en ontmoeten hun collega. Dus licht aan bij uit. I've waited years. How many years? I know it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Ja, dus dat zou echt zo gebeuren. Dus als het je echt lukt, zo'n planeet op te gaan, als hij stabiel is, en je komt weer terug, dan, ze waren maar een paar uur onderweg, uw collega gaat 23 jaar moeten wachten. Dus, wij meten dit effect op een kleine schaal, meten we nu al langs de aarde. Dus dat is niet, is alleen maar een beetje uitgerekt, een vergroot die effect, maar die bestaat, inderdaad. Dus dat is niet, geen knopje. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe kan je een zwart gat zien? Hoe ziet hij eruit? Oké. Okay. En als je, we hebben gezien dat licht afgebogen wordt rond zwarte gaten, en dan zien we hier lichtstralen die langs een zwart gat gaan. Is trouwens een roterend zwart gat. Wat je ziet is, licht wordt afgebogen, gaat zelf een keer terug, omdat het zwart gat kan draaien en kan de ruimtetijd meenemen. Dan gaat licht ook weer de andere kant op. Het gaat met de draaiende ruimte mee. En dit is al beschreven in 1916, dus alles is bijna 100 jaar geleden al opgelost. Door wiskundigen. In die tijd wisten ze trouwens nog niet dat zwarte gat, dat dit een zwart gat was wat ze beschreven hadden. Die concept van de event horizon en die en die zwart gat, die bestond ook nog niet. Het heeft tientallen jaren geduurd voordat men dit doorhad, wat ze daar beschreven. Maar het idee was, je hebt de puntmaten, wat gebeurt, licht wordt afgebogen. En wordt licht afgebogen en gaat hier in zo'n cirkel. Oké? Okay? Dus licht wordt bijna gevangen. Als hier komt te staan, in de omgeving van een zwart gat, en dan kijk je deze kant op, dan gaat het licht 1 keer rond het zwart gat, dan zie je jezelf van achter. Okay, dan zie je jezelf voor je staan, maar dan, in het geval van M87, 3 weken geleden. Okay, je ziet jezelf 3 weken geleden daar staan. Als je lukt 3 weken daar te staan. Hè. Wees gedeformeerd. Betekent ook dat licht die ietsje dichterbij komt, die verdwijnt dus in het zwart gat. Dus er is een grote regio, als licht daar binnenkomt, dan wordt die opgezogen en verdwijnt in het zwart gat. Maar die zwart gat dus vergroot zichzelf een beetje. En dat was een van de dingen die ik, toen wij over nadachten, kunnen wij een zwart gat zien of zo, waren wij die effect oorspronkelijk vergeten. Dat stond in oude boeken en zo. En ik heb toevallig in een bibliotheek dan zo'n grafiek gevonden. Die zei, natuurlijk, die zwart gat is 2,5 keer groter. We kunnen ze wel zien, want anders was hij niet te zien geweest. Er zijn verschillende simulaties geweest hoe het zwart gat eruit ziet hier. Dat is een schijf. Dit was de eerste berekening met een computer gedaan. En het klopt niet helemaal met wat wij nu zien, maar het is wel iets wat door het zwart gat.
Oh, man, are you reading these courses? Unbelievable. The literal heart of darkness. We could just see the collapsed star inside. Singularity. Yeah, we'd solve gravity. We can't get anything from it. Nothing escapes that horizon. Not even light. Oh, the answer's there. Just no way to see it. Miss Miller's planet? That's good news. Goodbye, Ranger. Okay. Nou, dit is Hollywood. Hoe het eruit is. Niet heel anders dan in de jaren 70 toen die andere artikel wordt beschreven. Klopt niet helemaal, want je hebt een heel dunne schijf. Dan heb je stof daaromheen. En stof zou helemaal niet kunnen overleven. Je ziet later ook dat het ruimteschip daar doorheen gaat. Er wordt geraakt door die stofdeeltjes. En die komen eigenlijk best snel van licht op je af. Ja? Dus er zijn heel veel dingen als je daar de zwart gaat ingaan in de film die niet helemaal kloppen. In de jaren 90-2000 hebben wij bij rekeningswaardgraad en ruimte moeten zien. We hadden voorspeld dat bepaalde type radiostraling rechtstreeks uit de omgeving van de zwaartegraad komt. Dat de zwaartegraad omgeven is van een heel ijl stralend gas wat transparant is. Als je dit hebt, dan heb je dezelfde effect die ik net heb beschreven. Het licht wordt opgezogen, maar je krijgt deze donkere vlek in het midden. Die schaduw van de zwaartegraad hebben we toen genoemd. We hebben ook voorspeld dat je die zou kunnen zien als je een telescoop hebt die groot genoeg is. Hoe groot die is, dat ga ik later nog zeggen. Dit is hier, nou, slaan we dit over. We hebben inmiddels doen we grote supercomputersimulaties van zwaartegaten. Dit hier is iets waar je licht, waar je materie ziet roteren. Je ziet ook hoe je iets naar buiten stroomt. Het heeft met magnetische velden te maken die een deel van de materie naar buiten slingert. Je ziet hier hoe zo'n groot dikke schijf is met heet plasma en gas dat met bijna de snelheid van licht daaromheen wervelt. Het is gemaakt op een supercomputer hier in Nederland door een van mijn studenten. En wat je ziet hier in het centrum is deze schaduw. Nou, als je dan kijkt, hoe ziet die zwaartegraad eruit bij verschillende golflengtes? Dat is een model die we in 2016 hebben gepubliceerd met als hoofdonderzoeker Monika Mossi-Brodska, die nu assistant professor is aan onze universiteit, UD. En je ziet dat in dit geval, zie je deze jet vooral op een bepaalde frequentie. En als je dan naar een nog hogere frequentie gaat, dan zoom je verder in en dan verwacht je dit. Dus je ziet op een bepaalde frequentie zie je maar de jet. Maar hoe hoger de frequentie is, hoe dichter kom je bij het centrum. En dan zie je alleen nog maar deze ring waar het licht wordt afgebogen. En dit was wat wij in 2016 hadden voorspeld, voordat de waarnemingen zijn gemaakt. Okay. Nou, hoe groot is dit? 40 microboogseconden. Ik zeg altijd, het is net zo groot als een mosterdzaadje in New York dat wij van hier bekijken. Okay, mosterdzaad in New York, dit moeten we kunnen oplossen. Dus wat je nodig hebt, is een telescoop die groot is. Ja? Je golflengte staat vast. Hoe groot een telescoop heb je nodig? Hoe groter een telescoop, hoe scherper is die. Okay? En dat is een heel eenvoudige formule. Golflengte gedeeld door de doorsnee. En die doorsnee, daar heb je een telescoop nodig die zo groot is als de hele aarde. Dus hebben we een gebouwd. Okay. En dit is hier het principe. Je hebt telescopen verspreid over de hele aarde. En je bekijkt dan een bron aan de hemel. Als je maar twee telescopen samenschakelt, je laat de golven met elkaar interfereren. Je slaat eigenlijk de radiogolven hierop. Je laat het met elkaar interfereren. En dan krijg je zo eigenlijk met zo'n één meting krijg je maar zo'n patroon hier aan de hemel. Maar hoe meer telescopen je samenschakelt, hoe meer informatie kan je verzamelen. En het lijkt meer en meer op een telescoop van de grootte van de aarde. Dan krijg je ietsje beter idee van de structuur van die object die je ziet. Okay? En in dit geval hebben we een theeketel ontdekt. Okay? Dus gesimuleerde data zijn dit. Maar dit is wat je in principe zou kunnen zien. Maar het is wel een heel kleine theeketel in de ruimte, op een heel grote afstand die je zou kunnen zien. 2017 hebben we dit experiment gedaan. Hier met telescopen verspreid over de hele aarde.
In Mexico, Hawaii, Arizona, Zuidpool, Chile, Spanje. Overal was er eigenlijk vertegenwoordiger uit Nijmegen. Hier Michael Jansen, promovendus, Remo Tilanos, Freek Roelofs, Sarah Isaoen, Thiago Gordi, Alfons Groep en hier ook een funny guy daar in Spanje. Die is daar naartoe gegaan omdat het eten daar veel beter was. Andalusische keuken, echt mooi. Behalve de Zuidpool, er was een Duitser die eigenlijk een promovendus was in Amsterdam. Maar die had daar wel de hele nacht moeten blijven en dit duurt 6 maanden zoals jullie weten. En aan de Zuidpool moet je dan 6 maanden blijven. Maar dit was hiervoor, hè? Dit was na de waarnemingen, het was heel erg vermoeiend. En dan, dan hebben we de data verwerkt. Het heeft meer dan een jaar geduurd om de gegevens te verwerken. Door een hele collaboratie. Internationale hier 13 stakeholder instituties die deze consortium, deze telescoop hebben opgezet. Waaronder ook de Radboud Universiteit, dat is een van de 13. En een grote inbrengst, ook heel, heel veel geld. En dit was het beslissende collaboratiemeeting hier in Nijmegen bij het bestuursgebouw, het nieuwe Bergmanianum. Waar we bij elkaar zijn gekomen en hebben de resultaten gediscussieerd en voorbereid voor publicatie. En iedereen lacht een beetje omdat iedereen wist wat de resultaten waren al in principe. Die hebben we al die eerste foto's gezien. En dit hebben we dan in 10 april bekendgemaakt en we gaan dit nog een keer doen. Misschien kunnen we nog even het licht uitzetten. We gaan nu een grote zoom zien van het resultaat. We gaan inzoomen op Virgo A. Kan het licht uit? Ja. Ik zeg het altijd, muziek van mijn zoon. Die maakt veel muziek, dus het is eigenlijk mooi hier in die zaal. En we zoomen dan nu in. Factor 1 miljard van die zoom. Echte opnames. Hier van. Wat van Nederland, vanuit Nederland gemaakt, van Lofa, die een grote bubbel van gras alles omgeeft. En dan zoek je in dat je jet waar alles vandaan komt. Zoek verder in, je ziet nog steeds de jet. Hoge frequenties, hoge frequenties. En dan zie je dit. Iets wat heel anders eruit ziet dan alles wat we daarvoor ooit hadden gezien. Vergelijkbare techniek. Want daarvoor ook hadden we radiotelescopen gebruikt, maar nooit op deze hoge resolutie met deze hoge frequentie. En wat je ziet, past perfect bij wat we hadden voorspeld. En ja, het ziet heel anders eruit dan alle metingen daarvoor. Dit haalden de kranten overal op de wereld. ESO heeft ons verteld dat die media rijkwijde 4,5 miljard mensen was. Dus dat 4,5 miljard mensen bereikt werden door dit foto. Social media werd helemaal gek ervan. Trump, Brexit natuurlijk. Katten met de zwaartegraden ook heel erg populair. Katten en zwaartegraden heel populair. Ik sla nu een paar dingen over. We hebben er heel veel tijd in gestoken om te checken dat dit ook klopt. Dus er zijn nu een aantal slides die ik niet oversla. We hebben ook simulaties gedaan natuurlijk, hoe de zwaartegraad eruit ziet. Alle mogelijke parameters. We zien hier één film, hoe zo'n zwaartegraad eruit ziet. We zien hier deze ring, dat is de ring van licht. Hè, waar licht afgebroken wordt en 2 of 3 keer daaromheen gaat. We hebben niet maar één simulatie gedaan, we hebben 60.000 foto's gemaakt van zwaartegraden. Dus heel verschillende modellen, hoe zwaartegraden eruit zouden kunnen zien. En alle modellen, net als voorspeld eigenlijk ons artikel 20 jaar geleden, tonen deze schaduw en deze ring. En op basis daarvan kan je bepalen hoe zwaar zou dit zwaartegraad moeten zijn om die ring zo groot te maken. En puur door de grootte van die ring te meten in wat wij zien, is de voorspelling dat die zwaartegraad 6, of is de conclusie dat het zwaartegraad 6,5 miljard zonsmassa zwaar zou moeten zijn. Dat bepaalt de doorsnee van die ring. Dat was precies wat daarvoor de collega's op basis van de beweging van sterren hadden gemeten. Dus het paste perfect. We hebben dan ook deze modellen gepakt en ook gesimuleerd door gesimuleerde waarnemingen weer waargenomen. Dus niet door een echt telescoop, maar door een gesimuleerd telescoop bekeken, zou je kunnen zeggen.
En als je zo'n perfect model bekijkt door een telescoop met een bepaalde oplossingsvermogen, want we hebben niet een perfecte resolutie, ja? Dan zien deze modellen net zo eruit als wat we hebben waargenomen. Dit is gesimuleerd op basis van de theorie van Einstein uiteindelijk. Dit is wat we hadden zouden moeten waarnemen en het ziet perfect zo uit. Trouwens, ook dit hier is gedaan door studenten van ons in Nijmegen. Dus wat betekent dit? We hebben nu een aanwijzing dat superzware gaten bestaan. We zien ze echt. Het feit dat er een zwart vlek is, heeft te maken met dat licht verdwijnt in die waarnemingshorizon. Dat die opgenomen wordt en geabsorbeerd wordt en nooit meer terugkomt. Het feit dat je een ring is, heeft ermee te maken dat licht afgebogen wordt door zwarte gaten. Zo sterk afgebogen dat het eigenlijk een kringloop. Het feit dat die asymmetrisch is, heeft ermee te maken dat het stralende plasma met bijna van de snelheid van licht daaromheen draait. Daardoor wordt het licht, het gedeelte wat naar je toe komt, wordt versterkt. En het plasma wat van je weggaat, wordt afgezwakt. Dat is een relativistische effect. Dus dit kan eigenlijk alles verklaren wat we zien, totdat we een nieuwe meting doen. zoals jullie weten zijn ook gravitatiegolven waargenomen van kleine zwaartegaten. En we hebben nu kleine zwaartegaten gemeten door zwaartekrachtgolven. We hebben superzware zwaartegaten gemeten. En we kunnen ze beide met dezelfde theorie van Einstein beschrijven. Factor 100 miljoen verschil in massa. Beide zijn heel eenvoudig te beschrijven met dezelfde theorie. En dat is een groot succes van deze theorie. 8 orders van grootte beschrijven dit. We hebben nog iets bereikt. Dit is de laatste filmanimatie van NASA. Klopt nog steeds niet. Dat is nog steeds een dunne schijf hier en zo. En dat klopt eigenlijk niet met wat wij zien. Maar de kleur is veranderd. De kleur is nu rood. Dat is de kleur die wij hebben gekozen. Oké, waar komt die kleur vandaan? Nou, het is niet de echte kleur natuurlijk. Maar aan radiogolven kunnen wij niet zien. Dus we moeten eigenlijk een vertaling doen van radiogolven naar een kleurschaal. En in ons paper in 2000 hebben wij gewoon voor rood gekozen om uit te drukken. Dit is hitte. Dit is gevaarlijk. Ja, dat was een artistieke keuze. Het heeft niks te maken met wetenschap. Het is gewoon een artistieke keuze. Oké. Maar het heeft wel ertoe geleid dat NASA inmiddels ook de zwaartegaten rood kleurt. Dus we hebben tenminste iets bereikt. Goed. Ik sla nu nog twee dingen over. Hoe gaat het verder in de toekomst? Wij proberen meer telescopen te krijgen. Er is een telescoop hier 15 meter doorsnee in Chili. Die willen wij, er zijn voldoende telescopen in Chili, die willen wij naar Namibië brengen. Want er is geen enkel telescoop. We hebben de hele wereld nodig. We hebben Afrika nodig, maar er is geen enkel telescoop in Afrika. Om nog betere zelfde foto's te maken. Dus die willen wij hier op die Gansberg brengen. Dat is de ene hoogste berg in het zuidwesten van Afrika. En het is een echt indrukwekkende berg. Indrukwekkende sterrenhemel. Het is echt bijzonder als je daar bent. 3 kilometer lang, 800 meter breed. Woestijn, overal. Het voelt alsof je op zee bent. Echt schitterend te zijn. En we proberen ook de lokale bevolking mee te nemen. En ook outreach te doen. Want dit zwaartegatenonderzoek biedt heel veel kansen nu voor outreach en science communication. Iedereen wil iets over weten. We hebben in Nederland een mobiel planetarium. Dat naar alle scholen gaat en sterrenkundevoorlichting doet. Ja, en dit hebben wij ook naar Afrika meegenomen met een lokale NGO, een lokale stichting die sowieso naar de scholen gaat, om sterrenkunde onder de aandacht te brengen. En we hebben dit echt in het voor kindergarten tot high school gedaan. Dat was een geweldig succes. We proberen dit nu op een grotere schaal te doen in Namibië, in de toekomst. En last but not least, wat laat je zien in zo'n planetarium? Nou ja, je laat de sterrenhemel zien, je legt iets uit, maar je kan daar ook iets beleven, je kan ook films zien. Er zijn films die worden gemaakt voor een planetarium, 360 graden om je heen. En we maken nu een film, het is de hoofdrolspeler. Theoretica uit Afrika die als kind eigenlijk droomt van de sterrenhemel
En uiteindelijk terechtkomt in die Event Horizon Telescope project. En het meedoet samen met een collega bij de eerste foto van een zwart gaas. En je krijgt dan die 360 graden zie je om je heen. Of virtual reality als je wil. En je gaat naar die telescoop en die krijg je te zien. De sterrenhemel, de mensen en ook de simulaties. Dit was een eerste versie, het wordt nog beter. Mijn computer kan niet 8K aan, dus het beetje struikelt een beetje. Nou, conclusie. Ik denk eindelijk kunnen we zwaartegraten zien voor de eerste keer. Dus ik denk een bijzondere tijd waar we nu in zitten. We kunnen zwaartegraten meten met zwaartekrachtgolven. En dan kunnen ze rechtstreeks zien. Dus geen fantasie meer. En dit heeft echt ons beeld van zwaartegraten al veranderd. Hoe wij ze zien. Letterlijk en figuurlijk. En je hebt de hele wereld nodig om zo'n foto te maken. De hele wereld moet samenwerken. Het is niet altijd makkelijk, maar het moet. Wij doen nu natuurkunde echt aan de rand van zwaartekrachten, aan het einde van de ruimte en tijd. En de vraag is of we ooit verder komen dan dit. Om dit te kunnen, we kunnen nog ietsje scherper kijken. Maar kunnen we ooit achter zwaartekrachten kijken of voor de oerknal? Misschien nooit. Misschien is het dit of hoe ver we komen. We zullen zien. Bedankt. Laten we gaan zitten. Wij gaan nou vast in gesprek met elkaar en daarna zal ik ook u bij het gesprek betrekken. Maar ik dacht misschien voordat we dat doen, ben ik wel even benieuwd wie u eigenlijk bent. Ik zal niemand aanspreken, maar gewoon puur even vingers. Wie kende Heino Falken al zijn werk voor deze avond? Wie was daar? Kijk, heel veel mensen, een paar uitzonderingen. En wie van u werkt of studeert, doet iets met radioastronomie of astrodeeltjesfysica? Wie werkt of studeert? Kijk, niemand. Oké, dat is goed dat we tussen zijn. Wie is filmmaker? Misschien is het een filmfestival. Nee, wie is wetenschapper? Kijk. Nou, ook een aantal mensen. Wie is geen wetenschapper, maar om persoonlijk of andere redenen geïnteresseerd in dit thema? Hij is dus helemaal niet. Ja, toch. Ja, precies. Nou, duidelijk. Oké, maar leuk. We hebben toch eigenlijk een veelzijdige groep, dus dat is leuk. Ik wil eigenlijk maar zeggen, wat uw achtergrond ook is, voel u vrij om straks vraag te stellen vanuit dat werk of die persoonlijke redenen, want het is leuk dat we met zoveel verschillende mensen zijn. Dus vraag vooral wat u wil vragen. En dan kom ik hier bij je zitten, we zouden gaan titulleren. Ik zal daar proberen aan te denken. Je komt net uit Hamburg. Het is veel moeilijker om u te zeggen dan jij. Ja, denk ik. Nou ja, ik zou... Wil je wat drinken? Oké, je bent helemaal. Je komt net uit Hamburg, je hebt daar een lezing gegeven. Je geeft heel veel lezingen. Voel je je wel eens meer een soort lecturer dan onderzoeker? Of is dat onderzoeken altijd nog op nummer 1? Wat mij drijft, is het onderzoek.
Dat is wat ik, wat ik wil doen. Op dit moment is er niet zoveel tijd voor. Nee. Ook toegeven. Nee. Ik hoop dat het weer gaat gebeuren. Ja. Maar gewoon er is echt ongelooflijk veel vraag op dit moment. Ja. Ik heb dit jaar, deze week heb ik 8 of lezingen, interviews of filmopnames gemaakt. Ja. Deze week. En dan voor 2 weken heb ik 8 dagen achter elkaar elke dag een lezing gegeven ergens. Ja. Ja. Heel veel interesse. Maar het is natuurlijk ook onderdeel van, ik ben hoogleraar, dus wat is mijn job, is om natuurkunde uit te leggen. Ja. Helder. Ik heb afgelopen zondag mij een hele zondag verdiept in je werk. En ik heb bijvoorbeeld colleges gekeken op YouTube en zo. Dat was een heel... een zondag die ik nooit zal vergeten eigenlijk. Veel nagedacht, veel geleerd. Ik wist zelf nog heel weinig van het onderwerp. Wat me zo opviel, en ik vind dat nu ook wel zo'n beetje, dat je het zo makkelijk laat klinken, die zwarte gaten. Ook in een van die colleges vertel je, een zwart gat is eigenlijk volgens de general relativity gezien een van de makkelijkste objecten van het heelal. En we hebben dit gezien, we werken samen. Toch stond de hele wereld op zijn kop toen je hiermee kwam. Is dat omdat er voor jou de mensen niet zo en jouw team de mensen niet zo slim waren? Of dat we eerder niet samenwerkten? Oké, er zijn 3 verschillende vragen tegelijkertijd. Ja. Maar het eerste is, ik moet het ook altijd makkelijk uitleggen, want ik ben ook niet slim genoeg om het anders zelf te begrijpen. Dus ja. Ik moet het ook voor mezelf makkelijk uitleggen. Dat is hoe ik werk. Ik probeer een concept te denken en eenvoudig te denken. Ja. Anders raak je een beetje verloren of verstopt daar in jouw vergelijkingen. Dus dat moet je altijd opletten. Inderdaad, zwarte gaten zijn de eenvoudigste objecten die er zijn. Mensen zijn ongelooflijk ingewikkeld. Ja? We zijn echt ingewikkelde mensen, toch? Ja. En de zwarte gat is maar beschreven door 2 getallen. Een massa en de massa en hoe snel die draait. Okay. Als iemand van u in een zwart gat verdwijnt, is alles wat overblijft, hoe zwaar u was op het moment van het verdwijnen. Okay. Ja. De rest verdwijnt, is niet meer terug te halen. Ja. Alleen de massa blijft over. Ja. Dus, De cellen in ons lichaam zijn complexer dan de zwarte gat. Een klein cel, zelfs DNA, zelfs een atoomkern is complexer dan een zwart gat in die zin. Ja. Dat is de gekke. Een van de meest exotische objecten in het heelal is zo eenvoudig. En wat ik net zei aan het einde, dat zo een stilleerslag gaat, de zwaartekrachtgolven en het superzwaar zwaartekracht gaat, maar dezelfde theorie kan beschreven worden, heeft hiermee te maken. Dat het gewoon het zijn eenvoudige objecten. En het werkt fantastisch. Je kan precies uitrekenen hoe het werkt en het past. En dan deel 2 van de vraag, waarom heeft het tot nu, of tot voor kort, geduurd om deze zichtbaar te maken? Het zijn verschillende dingen. Ik denk, men heeft natuurlijk al eerder, in de jaren 70, over nagedacht hoe zwarte gaten eruit zien, maar er was geen techniek beschikbaar. En men wist ook niet wel welke straling vandaan komt en zo. En het heeft tijd nodig om te begrijpen, waar komt iets vandaan, wat betekent iets? Hè? Wat betekent de radiostraling bijvoorbeeld? En ik had geluk dat ik gewoon over de radiostraling begon na te denken. En ik besefte dat de radiostraling echt van de rand van de zwarte gat komt. En meteen vraag je jezelf, kan je die niet zien? Mm-hmm. En ik was ook in het instituut waar de techniek van VOPI ontwikkeld werd. Dus ik had meteen, ik was een aantal minderheid als theoreten in een groep van waar heel veel experimentatoren waren. En die wisten precies hoe die dit soort dingen moeten doen. Maar hun was ook niet bewust dat je met die techniek de zwarte gat echt kan zien. De dachten was te klein. Ja. Ja, en pas aan die toevallige ontdekking dan in de bibliotheek, te weten welke frequentie moet je gebruiken, dan de zwarte gat vergroot zichzelf, te weten hoe de techniek werkt. Als je alles samenbrengt, dan denk je, ja, het kan wel. Ja, het is net, en het was een factor 2, ja, was de aarde een factor 2 kleiner geweest, ja, dan was het niet gelukt. Okay? Of was die zwarte gat factor 2 verder weg geweest. Was die frequentie waar dit gebeurt, ja, factor 2 hoger geweest, dan hadden we het niet vanuit de aarde kunnen zien, want dan is de dampkring niet meer doorzichtig. Dus ja, is,
Hadden we in 2017 niet 7 dagen perfect weer rond de hele aardbal, hadden we het ook niet kunnen zien. Ja, ja. Dus heel erg veel zaken moesten bij elkaar, heel veel technieken, gedachten, mensen, situaties. Als je terugdenkt, is het eigenlijk makkelijk. Dus van, precies, het maar klinkt als 20 jaar geleden, als mensen praat, nee, kan niet. Nee. Ja, het duurt soms. Helder. Ik wil iets vragen. Het gaat over mijn moeder. Een beetje apart misschien. Hoe gaan we met haar? Nou, ik zal het zeggen. Mijn moeder werkt in een kampeerwinkel. Zij is niet academisch opgeleid. Ze is niet dom, maar zij... Dat trouwens voor het grootste gedeelte denken van onze studenten geldt. Wat jij weet, is meer dan de helft van de studenten op de Radboud niet komt uit families die niet academisch zijn. Nou ja, kijk. En dat is echt fantastisch. Echt fantastische jongens en meisjes. Mijn moeder, ik had het met haar over dat ik jou ging spreken. En ik vertelde haar van, hij heeft de Spinoza-premie gewonnen, dat is de grootste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, 2,5 miljoen. Ja, voor zijn onderzoek naar zwarte gaten en kosmische deeltjes. En wij berekenden en beschreven eigenlijk hoeveel zwarte gaten ons voor kunnen stellen. En toen begon mijn moeder een mandarijntje te pellen en ze leek een beetje afgedwaald en we zijn daar ook over opgehaald. De kleur klopte wel van die mandarijn. Nou, precies. Ze zat er al gevoelsmatig, intuïtief was ze er toch mee bezig. Maar ik kon haar niet zo goed uitleggen wat jij nou doet, dat is eigenlijk de eerste vraag, en wat betekent dat voor mijn moeder? Ze is hier niet vanavond, maar ik ga het haar wel vertellen. Zou je dat in simpele taal kunnen zeggen, wat is het nou wat jullie doen en wat betekent dat nou voor de gewone mens, laat maar zeggen? Wat ik gewoon doe, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hè? Dat is de reden waarom ik dingen doe. Als ik iets anders vertel, is het flauw. Ik wil gewoon weten. Ja. Ja? En als je de sterrenhemel in kijkt, dan zie je de sterren daar en wil ik weten wat er gebeurt met de sterren. Ja. En waarom draai je rond het centrum van de Melkweg? En dan leer je de sterren ontploffen en dan leer je dat zwarte gaten kunnen ontstaan. En wil je weten, bestaan die überhaupt? En dan wil je het weten. Je wil weten, klopt het? Ja. Klopt de theorie? Ja. Dus gewoon pure nieuwsgierigheid. Ja. Ja, dus je vraagt door en door. Ik was als kind altijd zo. Ik heb vragen gesteld en zo. Mm-hmm. Dat is wat een wetenschapper doet. Maar waarom is het belangrijk? Zoals ik beschreef, de theorie van Einstein is belangrijk vandaag voor het navigatiesysteem. Het begrijpen hoe licht werkt bijvoorbeeld, ook relativistische effecten, is ook belangrijk voor de communicatie en alles. Dus de hele economie vandaag zou er niet werken zonder het werk van wetenschappers over de laatste 100 jaar. Zelfs, vorige week was ik in CERN, bij de LHC, en dan was ik ook in de kamer, of naast de kamer, waar het internet was ontwikkeld, uitgevonden, in zo'n klein kamertje. Ja. Het heeft, ik weet niet wat de omzet is elk jaar, honderden miljarden euro elk jaar worden verdiend, die uiteindelijk komt uit deze kleine kamer van die gekke, abstracte, werkende wetenschapper. Je kan het nooit voorspellen, waar het uitkomt. Maar, misschien kunnen we nog ooit verder gaan, wie weet. Misschien is er nog een geheime natuurkunde ergens te ontdekken, die we nog niet hebben ontdekt. Ja. En we weten dat aan de rand van zwarte gaten iets moet gebeuren. Daar moet nieuwe fysica te vinden zijn. En daar zijn we op zoek naar. Ja, met de Event Horizon. Met de Event Horizon Telescope, ja. Dus we zijn op zoek naar... Een project in Amerika ook, waar jij ook bij betrokken bent. Ja. Ja. Deze dinsdag was ik bij een discussie met jonge wetenschappers. Want die vroegen dan, moeten we niet eigenlijk nu ons talent en alle krachten richten op de problemen van vandaag, klimaat bijvoorbeeld. Moeten we niet alle nu stoppen met sterrenkunde en alle maar werken aan de energietransitie en het klimaatprobleem? Ja. Ik vind dat moet ook, we moeten natuurlijk onze kracht daarop richten. Maar ik zei dan ook, maar als we nu helemaal stoppen met de rest van de wetenschap, dan ontnemen wij ons kinderen die gereedschappen die ze nodig hebben om over 100 jaar de problemen van dan op te lossen. Kun je dus wij gebruiken nu de
de natuurkunde van de mensen 100 jaar geleden. Ja? Ja. En ik denk dat ons kinderen en enkel dit was. En kun je een voorbeeld noemen van een probleem dat dan misschien kan worden? Om gewoon even om mij voor te stellen en het straks weer door te geven. Nou ja, goed, een van de vragen is natuurlijk ruimtevaart. Ja. Gaan wij hier op aarde blijven? Gaan we de ruimte in? Ja. Gaan we communiceren op grote afstanden? Is dit überhaupt mogelijk? Ja. Er gebeurt zoiets geks in de kwantumfysica, dat er toch dingen gekoppeld zijn over heel grote afstanden. Een tangent heet het. Is dat toch nog geheime informatie? Zijn er extra dimensies? Ja, kan je misschien toch nog naar een andere plek van de ruimte gaan, maar dat is dan heel ver in de toekomst. Nou ja, ik moet... Of wordt, wat ziet de science fiction, hè? Ziet je snel dan lichtreizen en wormholes. Ja. Ik vrees dat gaat nooit lukken, maar ja, als we nooit ernaar zoeken, misschien... Nou ja, want vanavond om 9:30 speelt hij de film Interstellar, er zijn nog kaarten voor, je kunt er naartoe. Maar daar worden inderdaad, we zagen net al, astronauten door het wormgat gezonden eigenlijk om een soort exoplaneet te zoeken. De aarde is niet meer leefbaar en we zoeken naar nieuw leven op aarde. Of ander leven in het heelal om de mens voor te zetten. Ja, is dat nou eigenlijk iets wat, je zegt dus ja, door zo'n wormgat, ik zie het niet voor me, maar kan je je voorstellen dat we zoiets gaan moeten doen met die klimaatproblemen? Is dat totale science fiction? Of... Misschien, ja, zou kunnen. Hè? Je weet, als ik nu wist wat van de science fiction voor altijd science fiction zou zijn, en wist wat niet, had ik al 10 Nobelprijzen gewonnen. Maar dat is het probleem van de wetenschap. Je weet het niet. Maar je weet het nooit. Maar vanuit deze hele zaal, inclusief mijzelf, vraag ik me wel, jij weet het meest van de grenzen van het heelal. Is er leven? Denk je het leven mogelijk? Op een andere niet aan de rand van een zwart gat, vermoed ik. Maar de kans is heel erg groot dat die er is, denk ik. Maar totdat we het gevonden hebben, weten we het niet. Ook daar kan weer van alles gebeuren. Heelal verrast ons voortdurend. Ja. Dat we iets nieuws ontdekken, dat is een fantastische sterrenkunde, bijna elk jaar. Ik zie echt een nieuwe ontdekking die weer ons wereldbeeld een klein beetje verandert. Dat we iets mogen zien wat we tot nu toe nog nooit hebben mogen zien. Yeah. Wat ik ook altijd zeg in mijn praatjes is, als je kijkt naar al die mooie foto's die we nu zien van de sterrenkunde. Ja? Mm-hmm. We zijn een bevoorrechte generatie. Dat we dit soort dingen mogen zien wat geen generatie voor ons mocht zien. Het was alleen maar fantasie in ons hoofd. Ja? Ik heb een keer gezegd tegen een vrouw, ja, ik mag meer zien dan de profeten. Ja? Dat was dan de kop van de artikel. Ja, hij ziet meer dan de profeten. altijd opletten als je aan iets leest. Maar, dat bedoeld wordt. Maar is het trouwens pure, ik ben toch even nieuwsgierig, is het pure nieuwsgierigheid? Ik bedoel, de ambitie en het plezier straalt er sowieso vanaf, dat is duidelijk. Maar wij hadden ook een voorgesprek eerder deze week en toen vertelde je over dit project in Namibië met de telescoop en zo. En toen praat je daar ook over, nou eigenlijk bijna als een soort verliefde jongen over hoe daar de sterren te zien zijn en hoe prachtig dat is. Is het ook een soort esthetische interesse in het heelal en de sterren, hoe dat uitziet? Ja. Ik denk als je een keer, ik herinner me nog de eerste keer dat ik daar in Namibië uit de auto stapte. Het was net donker geworden. Lampen waren nog aan, een beetje. Eigenlijk hier, als je het doet, ja, dan zie je er 3 sterren of zo. Je stapt eruit. En het was sterren, alles was vol met sterren. Je zag de stofwolken en alles in scherpte en duidelijkheid. Het was echt overweldigend. En je weet, als je dat doet, als je kijkt, ik lees zo vaak in de Bijbel, hè, en dan Jesaja zegt: kijk omhoog. Kijk omhoog, wat zie je dan? Ja. En dat is, het is altijd een spiritueel gevoel. En net als kunst, wetenschap, die geeft ons meer dan alleen maar. Niet alleen maar om brood en water, dat is ook belangrijk, ons dagelijks brood geeft ons, maar ook inspiratie en dat we iets nieuws willen ontdekken. Ja. Dat zit in ons, die geest die wil ontdekken. Ja.
Ik wil nog even, voordat ik naar je toe ga, even een laatste punt. Ja, maar dit is nog even een korte, en we hebben nog heel veel tijd. Ik wil nog heel even iets vragen, want het thema van dit festival is genetische modificatie. We praten nu de hele tijd van hier naar daar, maar even van daar naar hier, de kosmische stralingen, die invloed kunnen hebben op ons lichaam, ook zelfs mutaties kunnen veroorzaken. En dat zijn dus veranderingen in ons genetisch materiaal. Misschien is het een beetje gek dat ik dit niet weet, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat stralingen die gewoon al doorkomen? Of is dat alleen na zo'n supernova? Nee, er zijn voortdurend supernova's geweest in ons Melkweg. Ja. Die zijn ontploft en die straling die is nu miljoenen jaren onderweg. Die gaat langs de Melkweg, wordt gestrooid, komt weer naar ons toe en raakt ons voortdurend. Het is wel interessant dat wij hebben wel iets te de ontwikkeling van de aarde heeft ook iets te maken met de ontwikkeling van de kosmos. Ja. Ja, bijvoorbeeld toen de dinosauriërs hier waren, hebben we op de andere kant van de Melkweg gestaan. Ja, de aarde draait ook als ons zelfs draait rond de hele Melkweg. Dus als je de hele Melkweg bekijkt, dan staan we nu hier. En toen waren wij daar. Ja. En als een supernova ontploft in de omgeving, dan heb je meer straling bijvoorbeeld. Ja. Of er kan ook de omgeving van de zon zitten. We zitten ook zo in een bubbel. En als je dan meer druk hebt in de ruimte, dan wordt die bubbel kleiner. Dan heb je meer straling. Dus de hoeveelheid mutatie zou wel kunnen veranderen van waar je zit in de Melkweg. En ook de zon, ten opzichte van de zon. Heb je soms meer of minder straling, dus het klimaat is heel sterk beïnvloed door, niet nu, hè? Nu hebben we echt een upturn, die gebeurt echt door de mens. Maar over lange tijdschalen heb je heel veel verandering die gewoon door de kosmos komt. En is dat verschil, is straling ook nog anders op waar je bent op deze aarde? Maakt dat ook nog? Mijn moeder, Flat en Snake. Nee. Okay. Maar wel hoog, als je voortdurend in een vliegtuig zit, dan heb je meer straling. Okay. Op hoge bergen krijg je meer. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het erger in Namibië, dan heb je meer mutaties. Okay. Want daar zit je op een hoogte van 1600 meter. Dus Nederland is eigenlijk best veilig, zou je kunnen zeggen. Dan heb je blazen, cosmic ray. Nou, ik heb nog allerlei vragen, maar ik ga hem aan u geven. Steek je hand op als je een vraag hebt. Ja, hiervoor. Je hoort de laatste tijd wel eens dat er zoveel ruimteschoots moeten zitten. Ja. Dat de waarneming nog steeds moeilijker zou worden voor jullie. Is dat een risico? Ja, is nu ook die Elon Musk, die Starlink. Wacht, de vraag ja, de vraag is de ruimteschot die er is. Er heel veel ruimte. Satellieten en alles, en kleine stukjes. En dat is inderdaad een probleem. Niet nu voor ons als sterrenkundigen, maar denk ik, zeker voor de ruimtevaart is het een probleem. Als je zo geraakt wordt van iets wat met 30 meter per seconde op je afkomt, dan ontploft alles. Als je dan zo'n kettingreactie hebt, dan kan je echt heel veel de ruimte vervuilen. Elon Musk wil nu eigenlijk bijna 40.000 satellieten de ruimte insturen. Dan heb je overal een klein satellietje staan. En dan heb je blinkend licht overal aan de hemel soms, en radiostraling en alles. En dan wordt het inderdaad een beetje lastig met de sterrenkunde en de vrije blik op de hemel. Voel je daar ook actie tegen? Ik heb wel een tweet uitgestuurd en heeft wel geleid tot een groot artikel in een Duitse krant. Dus dan krijg je wel weer iets af over Twitter, waar echt de volgelingen van Elon Musk, die waren heel boos op me. Maar ik vind het toch leuk om nog een vrije blik op de hemel te hebben, eerlijk gezegd. We moeten niet alles vervuilen. Nog meer vragen? Ja. Ja. Ik heb nog een vraag over de foto in de krant. Want als je dan, ik vind dat heel moeilijk te snappen. Want als je een foto maakt met een fototoestel, dan heb je een beeld. Maar die radiotelescopen die maken foto's op basis van radiogolven. Dus dan denk ik van, zit ik nou nog niet steeds naar een computeranimatie te kijken? Nou, elke keer dat je een foto ziet in de krant, kijk je altijd naar een computeranimatie in die zin. Want je hebt een CCD, dat is een digitale verwerking. Elke foto die je vandaag ziet, is digitaal verwerkt in de computer. Ja, die is ingebouwd in elke fotoapparaat. Ja, en
Nu wordt het ietsje technischer. Maar wat in principe zo'n radiointerferometer doet. Ten eerste, radiogolven zijn ook licht. Maar alleen licht dat veel sterker uitgedekt is. Dus geen enkel verschil tussen gewoon licht en radiolicht. Alleen maar dat de golflengte groter is. Precies dezelfde straal, elektromagnetische straling. Okay? Dus alleen maar de golflengte. En ten tweede, hoe bouwen we zo'n groot telescoop? We meten, als je die aarde zou vervangen met een spiegeltelescoop. Ja? Dan heb je de spiegel en dan wordt het licht gefocuseerd in de focus. Want daar heb je het foto. Okay? Wat wij doen is, we meten al in de spiegel de straling. Yeah. Ja? En voor de natuurkundigen onder ons, wat een spiegel doet, is een Fourier-transformatie van het foton. Okay? Dus we meten gegevens al waar de spiegel is. We doen wat de spiegel zelf doet in de computer. We doen precies hetzelfde wat de spiegel ook zou doen, namelijk een Fourier-transformatie. En dan met beeldverwerking, omdat je niet alle informatie hebt. Je hebt een beetje een vieze spiegel hebben we eigenlijk. Zo werkt het. Dus in die zin, ja, ik, in Engels zeg ik altijd image, niet foto. Ik heb hier dan gevraagd, hoe moet ik het noemen? Beeld, of beeld is voor mij ook... Maar vertelde mij, ja, noem het gewoon foto. Maar hij is natuurlijk gereconstrueerde radiostraling. Maar dus echt, als je radioogen zou hebben, ja, dat is wat je zou zien. Behalve natuurlijk de kleur. Ja. En dan, want tot nu toe was het eigenlijk altijd een theorie, het zwarte gat. Maar kun je dan nu zeggen van, ja, maar ze bestaan echt? Ja, je... 100%? Nee, er is nooit iets 100%. Besta jij 100%? Misschien droom ik vandaag, geen idee. Je weet alles met een bepaalde nauwkeurigheid. Ja? Dus binnen een factor van, ik zou zeggen nu 20% of zo, hebben we dit aangetoond. We kunnen een paar procent. Je hebt geen enkele meting is 100% ooit. Okay? Maar ja, for all practical purposes, ik weet hoe dat in Nederland zegt. Denk ik hebben we nu tijd. Het is een zwart gat, ja, het is geen fantasie meer. En het belangrijke is nog het centrum van de Melkweg. We gaan naar een tweede meting. Je moet altijd dingen bevestigen. Dus maar één foto. We hebben wel vier verschillende op vier verschillende dagen. We hebben ze met drie verschillende methodes gemaakt. Dus we zijn heel overtuigd dat het klopt wat we hier gepresenteerd hebben. Maar je wilt het ook nog onafhankelijk bevestigen door meting van een tweede zwart gat. En daar werken we nu aan. En dan heb je nog een zwart gat die factor 1000 lichter is. Laat die ook zo'n ring zien? Of ziet hij heel anders eruit? En dan wordt het nog heel erg spannend. Ja. Ja, als hij iets heel anders ziet, dan moet hij nog maar achter de oren krabben en vragen, ja, oké. Okay. Dus dat is nog heel erg belangrijk. We zijn ongeveer 80% zeker nu. Ja, zeker. Het is maar de eerste stap. Ja, dus het... van de eerste DNA-onderzoek, dat je de eerste DNA zag, tot dat je alle mogelijke manipulaties kan doen. Het was ook decennia die je nodig had. Ja, nog zijn we niet klaar. Dus het is echt alleen maar de eerste stap. En wanneer weten we het, denk je, 99% zeker? Hoe lang duurt dat nog? Nou, ik denk dat we binnen een paar jaar op een paar procent komen. Ja. En dat hangt een beetje af van welke theorie wil je testen. Er zijn honderden theorieën die alternatieven bieden voor de zwaartekracht nu. Hoe je die kan veranderen en zo. Ik denk dat een heleboel van die theorieën nu de deur uitgaan. En dan meer en meer hoe meer je hebt. En als je echt heel nauwkeurig wil zijn, moet je de ruimte ingaan. Dus heb ik ook overgeslagen. Ik kan een ruimtetelescoop bouwen. Ja. En dan kan je echt beter dan procent of zo metingen doen. Maar dit had ik net een week geleden in Madrid, hadden we daarover gediscussieerd. De ESA had een grote discussie bijeenkomst gehad over de ruimteprojecten van 2030 tot 2050. Oké? Dan ben ik ruim met pensioen. En dat gaat voor niet de eerste. Maar misschien als ik dan 90 ben of zo, kan ik dan... Mee de ruimte in. Nog niet de ruimte in, nee helaas niet. Maar heel scherp foto zien van de zwaartekracht en alle parameters. En misschien heeft dan Einstein niet gelijk.
Ja, wie weet. Volgende vraag. Ja, jij. Wanneer implodeert onze eigen zon en wat gebeurt er dan op dat moment met het plaatsen van de aarde in de ruimte? Ja. Hoe lang duurt het dan nog voordat alle leven op aarde gevonden? Ja, ongeveer 4,5 tot 5 miljard jaar. Dus is nog voldoende tijd om in fotovoltaïek te investeren. Daarna gaat de zon zich uitbreiden, wordt groter en dan verdwijnt. Dat is een beetje de vraag hoe de massaverlies is, of zijn we net buiten de zon of we verdwijnen echt in de zon. We verbranden dus. En op dat moment gaat dan de zon collaberen, wordt niet tot een zwart gat, wordt gewoon een witte dwerg. Net zo groot als de aarde. Dus een heel zij eende eigenlijk. Is dat een antwoord op die vraag? Ja, ja meneer. Ja, je zegt een zwart gat, daar zit een schil omheen dat je met licht zichtbaar wordt. Ja. Rood, artistieke keuze. Ja. Nou, dat is dan schilvormig helemaal om dat zwarte gat heen. En u laat ons een foto zien waar een zwart gat in het midden zit. Ja. Ja. Die rode, die ronde schil aan die kant gebleven? Nou, het licht, eigenlijk wat wij zien vooral, is licht wat, er is ook licht daarvoor. Hè? En dat zie je niet, er is een beetje licht ook daar in het zwarte, dus niet helemaal diep donker. Daar zit ook nog een beetje licht in. En die ring is eigenlijk straling die daarachter zit, wordt afgebogen en dan naar je toe gelenst eigenlijk. Dus daar straling overal, maar die ring wordt het sterkste versterkt door de afbarging. Ja, dus het is heel moeilijk, want als het gaat, dan kijk je van alle kanten. Ja, dus het is niet zo eenvoudig je voor te stellen. Dus dat is, die meneer die is heel erg... Ja, heel graag. Ja, kan je iets luider praten? Ik wil vragen of het mogelijk is dat we nu oranje zwart gehad. Ja. Ja, ja, kijk, oranje. Boven. Wat bepaalt de radiofrequentie van een zwart gat? Ja, ja. En kunnen we dus ook een groen zwart gat of een lichtblauw zwart gat tegemoet zien? Nou, we hadden ook een groene kleur kunnen kiezen. Ja, ik had het gewoon niet heel passend gevonden. En de reden was in die tijd, in 2000 of zo, als je daar kijkt naar radiometingen, heeft men die vertaald, maar dan een regenboogkleur daaraan verbonden. Dus je had ook regenbogen zwart gat kunnen hebben hier. Maar ik vond gewoon zwart gat is niet een happy place. So, ik vond het niet echt passend. Dus daarom hebben we de rode kleur gekozen in die tijd. Ja, dat was gewoon. Maar de vraag was anders. De vraag was natuurlijk waarom juist deze frequentie? Ja. En dat was ook eigenlijk onderdeel van mijn proefschrift. Als je dan kijkt, welke frequentie komt van de rand van de zwart gat? Dan heeft het te maken met hoeveel materie instroomt en hoe groot het zwart gat is. Die combinatie van die twee parameters bepaalt welke frequentie er zit. Dit had ook een groen, het ook veel lager frequentie of veel hoger kunnen zijn. Het is gewoon puur toeval dat juist deze frequentie was. Ja. Maar zoals ik zei, was het eigenlijk een frequentie geweest, factor 2 lager ook, hadden we ook niet de resolutie gehad. Dat hadden we niet kunnen zien. En ook het feit dat beide zwarte gaten, die we nu bekijken, ongeveer op dezelfde frequentie te zien zouden moeten zijn. Dat is ook puur toeval. Ja, want die ene is 1000 keer groter, maar ook 1000 keer verder weg. Dus zijn ze even groot aan de hemel. Maar dan is ook de hoeveelheid materie daarin stroomt 100.000 keer meer. En dat zorgt ervoor dat de straling dus niet bij 10 gigahertz zit, maar bij 230 gigahertz. Precies op dezelfde plek. Puur alles puur toeval. Nou ja, misschien heeft de Heer ons het cadeau gegeven, dus als de lieve Heer het zou kunnen. Er is geen goede reden voor. Er is geen reden dat het zo hard moet zijn. Nou. Ja, meneer. Ja, een vraag van de Heer. Dat was toch al? Nee. Sorry? Nee, nog niet. Een andere orde. Ah, oké. Okay. Uw onderzoek kost heel veel geld. Ik heb altijd naar u gekeken, misschien dus, dat was dan even, ja. Okay. U kost heel veel geld, ja. Uw onderzoek kost heel veel geld. Ja. In uw organisatie heel veel mensen. Ja. Is daar een groep die ervoor zorgt dat u geen zorgen heeft over geld?
Acht u het maar waar. Ja, nou, we hadden vandaag wel een gesprek met de universiteit daarover. Dus daar zijn we in gesprek daarvoor. Ja, daar zijn 25 mensen die hier aan werken. Een groot deel van de financiering is door de Europese Unie gebeurd. Dat is echt een heel boel, 14 miljoen euro. Goed, als je met de eerste fysica praat, die lachen daarom. Dat is wel een kleine hoeveelheid. In Nederland heeft dat nu toe 0 euro betaald. Behalve salariskosten van mensen die er al zijn, een deel. Dus in die zin, nu moeten we even kijken hoe gaan we dit regelen. Hoe gaan we verder? Ik had nu eigenlijk een voorstel moeten schrijven, drie maanden. Als je zo'n voorstel moet schrijven, het geld dat we toen hadden, was een kans om die te krijgen van 2%. Ja. In Nederland is de kans nu 7% maar 10%. U dus, kunt nu over ik schrijven. Ik kom uit een bedrijfsleven, daar zou ik een staf hebben die een groot deel van het verhaal al voor mij maakt. Waar ik zal u dan tegen zeggen, dit moet er ongeveer in staan. Ja, oké. Het wordt bekeken door mijn collega's en het is, zo'n voorstel is vaak heel erg persoonlijk. Je voelt het meteen, als ik zit ook soms in de commissies en als dan iemand komt met een voorstel die door zijn medewerkers is geschreven, dan voel ik dit aan. En dan werkt het meestal niet. Dit moet je eigenlijk vaak zelf doen, het schrijven. Nou, je kan het efficiënter doen, maar ja. Dit soort kwaliteit mensen, dan werkt het niet. Dan werkt het niet. Recent is er ook nog een onderzoek. Misschien wel. Ja. Het hangt een beetje af van wat je wil. Hoeveel, ja, als ik voor die 2% wil gaan, dan moet ik het zelf schrijven. Ik denk dat u het centrum moet zijn van het stuk. Ja. Maar het problematiek is dusdanig groot dat ik u 100 mensen eromheen toewens. Nou ja, maar we hebben het voorstel dat nu was afgewezen, hebben we met 5 mensen samengeschreven. Ja. Het is niet zo dat ik alles al zelf doe. Het was echt van alle in Nederland betrokkenen partijen daarbij. Maar dat is een probleem voor de wetenschapsfinanciering, is natuurlijk hè, dat, zoals ik zei, als die kans 7 of 10% is, dan weet je dat 90% van die werk verspilde tijd is. Kunnen jullie door komende jaren? Is dat nog spannend qua financiering? Ja, het blijft spannend. Ja. Ja. Ik denk, het probleem is dat nu, we werken heel veel met AIO's. Er zijn echt jongens en meisjes uit de regio vaak. Ja. Ook over de grens. We hebben Duitsers, we hebben Nederlanders. Een jonge vrouw die uit Algerië komt en Canada is opgegroeid, in Nijmegen dan de jeugd heeft beleefd. Dus een heel internationaal team, maar wel een beetje uit de regio. Die gaan nu de wereld in. Die hebben Harvard, Princeton hebben ze daar aanbiedingen om daar nu te werken. Daar ben je heel trots op, maar nu begin je weer opnieuw. Ja. Ja, dus nu moet je een nieuwe generatie opleiden. Als die weg zijn, dan is ook de kennis weg. Ja. En dan weet je inmiddels veel meer dan ik. Ja, dat hoort ook zo. Ja. Dus je moet nu een nieuwe generatie hebben. Ja, het blijft een beetje spannend. En in de VS hebben ze natuurlijk dan $13 miljoen meteen gekregen van hun funding agency. Ja. Waar NSF ook zei, trouwens jullie mogen ook nog $4 miljoen extra aanvragen. En denken dan over de grote plannen. En als ze dan verder gaan, ja dan, en die hebben niks. Ja. Er was net in de zomer werd gevraagd, ja, wat is nu de bijdrage van Nederland? Wat is de bijdrage van Duitsland en van jullie? En dan moet je zeggen, ja, ik kan niks zeggen. Ja, en dan gaan we zonder jou verder. Hoe werkt het dus? Hè? Dus wetenschap is leuk en aardig, meestal, maar als het soms is dan ook. Als er geen geld uitbrengt, dan kan je leuk kijken. Maar, ja, we hebben nog tijd voor een laatste vraag uit het publiek. Mevrouw? Ja. Welke technologieën zijn ontwikkeld gedurende ook dit onderzoek als een zijde? Ja, wat natuurlijk heel belangrijk hier is de klokken, zijn heel nauwkeurige atoomklokken, die uit Zwitserland uiteraard trouwens komen. De heel breedbandige digitale elektronica, heel snel opslaan. En überhaupt die techniek van interferometrie. Het is heel natuurlijk ook een verhaal van 40 jaar. Het is al 40 jaar geleden ontwikkeld. En vandaag is het ingebouwd in
die doet een MRI er zijn vergelijkbare technieken, hè, waar je hier ook in medicijn, in ziekenhuis gebruik je dit, hè, om foto's te maken van het lichaam. Wi-Fi bijvoorbeeld heeft technieken ingebouwd van de radiosterrenkunde. Er zijn algoritmen ingebouwd, maar die worden vaker gereflecteerd. Je ziet dezelfde signaal 3 of 4 keer. Door een ingenieur uit de radiosterrenkunde is daar de algoritme ontwikkeld om dit goed te kunnen doen. Dus ja, hele Wi-Fi is gebaseerd op techniek uit de sterrenkunde. Ja, is altijd een kwijtbestuiving, denk ik, die je er hebt. Ik zelf zag de virtual films in de stadswinkel hiernaast. En ik vond dat ook geweldige technologie, die eigenlijk, wat u liet zien, dat rode zwarte gat, zoals dat draaide, zit in die virtual film ook, maar dan zit je erin. Precies. Dus dat heeft kennelijk NASA of zo ook ontwikkeld om dat om te zetten in beeldmateriaal. Nou, ik denk wij waren. Om een idee voor ons te maken van hoe werkt het dan? Nou, de eerste wetenschappelijke artikel met een VR-simulatie van het zwarte gat, die komt uit Nijmegen. Geweldig. Ja. Ja. Is ook, ja. Er is ook 1 miljoen keer op bekeken op internet en zo. Ja, dat was nog een meisje. Okay, is er nog één vraag? Oké, vertel. Wat gebeurt er eigenlijk als een deeltje onder de IV valt? Dat komt? Ja, als hij daarin valt? Goeie ja, vraag. Dus... ze kan je alleen maar berekenen of dan val je wel binnen en dan heb je geen mogelijkheid meer ergens vast te staan. Je wordt eigenlijk de ruimte zuigt je naar binnen. Je gaat naar deze singulariteit toe. Je wordt kleiner en kleiner. En zo'n zwart gat lijkt wel afgesloten, maar in één dimensie is zo'n eindig lang, want die trechter is oneindig lang. Ja, dus alhoewel dat maar zo'n afgesloten ding is, daarin is er heel veel ruimte. Dus alles verdwijnt dan daarin en dan wordt alles samengeperst tot een heel klein puntje. Je ziet het ook, hè, alles je ziet het hele heelal. Je zou ook naar buiten kunnen kijken, dan zie je wat er gebeurt, het licht komt naar je toe. Maar ja, je kan niet meer vertellen wat je zelf ziet aan de buitenwereld. Is dat een antwoord op je vraag? Maar dan zou het deeltje sneller dan het licht. Nou, dus je kan helemaal niet meer meten, omdat de ruimte ook meegaat. De ruimte beweegt ook. De ruimte beweegt zelf naar het centrum toe. Ja, dan kan je niet meer zo makkelijk meten hoe snel is de lichtsnelheid. Want de ruimte beweegt ook. Ja. Dat is een beetje raar. Ja, dus het wordt heel raar. Het wordt heel gek. Is dat één keer later? Ja, misschien nog. Ja, dat is, noemen we interferentie. De vraag was, wat gebeurt met de radiogolven? Maar ook de mobiele zenden radiogolven uit. Wat doet het? Ja. En inderdaad, dat hangt af van de radiofrequentie. Je meet ook heel hoge radiofrequenties, daar stralen die niet meer. Maar andere radiotelescopen hebben er wel last van. Dan heb je vervuiling door radiogolven. Die moet je eruit halen met bepaalde technieken. Dat is best ingewikkeld, maar kan. Ja. Ja. We moeten afsluiten. Tot slot nog even. De vraag van het festival is who's in charge? Dus wie beslist eigenlijk als het aan jou zou liggen? We hebben het net al gehad over technologieën. Ook over de invloed van politiek. Die wel of niet geld geven voor iets in Amerika wel en in Nederland niet. Maar ook misschien het volk die vanuit referenda kunnen zeggen wat ze willen, of wetenschappers. Als het aan jou ligt en het gaat over zwarte gaten en alles wat ermee te maken heeft, wie zou daar nou meer over moeten beslissen dan dat nu gebeurt? Nou, je moet altijd met elkaar overleggen. Ja. Dus altijd zo. Het is niet zo dat ik nu moet beslissen hoeveel financiering naar mijn onderzoek gaat. Je moet altijd met elkaar discussiëren. Moet je wel de goede instrumenten ervoor vinden. Ja? Bijvoorbeeld als je een commissie hebt waar maar één sterrenkundige in zit. En heel interdisciplinair, is heel leuk. Ja. Maar dan heb je die kennis niet. Nee. Ja? Um, um, dus
dus ja, uiteindelijk wel de wetenschappers, denk ik, moeten beslissen wat is goed onderzoek. Maar de wetenschappers en niet de niet-wetenschappers. Nou ja, dus de publiek moet beslissen hoeveel betalen wij voor wetenschap. Ja. Ja. En vervolgens beslissen en de wetenschappers. En vervolgens denk ik moeten wetenschappers onderling uitvechten waar het geld terecht komt. En dat moet gebaseerd zijn op kwaliteit ook van het onderzoek en ook prestatie. Maar ook hoe heeft het goede ideeën. Dus er zijn verschillende manieren. Soms geef je een klein beetje geld voor een heel gekke en maar innovatieve idee. Ja. En soms heb je langdurige projecten die gefund moeten worden. Het is een heel complex probleem dat we nog niet hebben opgelost in Nederland. Hoe we dit financieren. Maar wel zo is dat Nederland de laatste jaren veel minder geld geeft in het fundamenteel onderzoek dan andere landen. Ja. En dat is deel van het probleem nu. Ja. Dus als het aan jou ligt, de Nederlandse politiek geeft voor onderzoek. Dus het moet meer, denk ik, geld geven voor onderzoek. En dan kunnen we met elkaar als wetenschapper dit geld ook op een goede manier verdelen. Nu is het gewoon vechten tegen elkaar. En dat levert niks op. Oké. Duidelijk. Dames en heren, Heino Vakker.